Bonnie Bless en L'Oreal. En L'Oreal is een heel erg leuk make-up merk. En daar komen allemaal beautybloggers en vloggers. En verder weten we eigenlijk nog niet wat het programma is en wat we gaan doen. Precies. En we zijn er nu net aangekomen en ik heb er heel veel zin in. En we nemen jullie natuurlijk met ons mee. Oké, dit is dingetjes en dan kan je zien dat we bij de L'Oreal University horen. En ik weet eigenlijk nog steeds niet wat plan doen, maar dat is wel. En kijk hierachter, we zien jullie een hele leuke muur en er staat hashtag L'Oreal. Ja. Ik laat jullie zien waar het zit, dan kunnen jullie straks dat hele rondje zelf gewoon doen. Dit is Dani. Kom maar zo. We zijn hier dus in een soort van zaaltje even met Dani te kijken. Er zitten hier allemaal glaasjes met lipstick erin. En met lipgloss en kijk, met lipstick. Echt hele mooie kleurtjes. Ja, heel gaaf. Dus we gaan nu een beetje kijken wie er allemaal zijn en wat we allemaal kunnen doen. Want ik zag allemaal winkeltjes en zo. Dus laten we gaan kijken. Ik zie hier allemaal hele coole wanden. Met hashtag L'Oreal University. Kijk hier deze dan. En deze is het allerleukst. Dat is zo gaaf. En je had boven ook een met lipjes. Die zal ik ook wel laten zien. Nu bij de kraampjes, er is nog helemaal niemand. Oh mijn god, er is hier allemaal haar spullen en kijk hier al. We hebben net een hele coole goodie bag gekregen. En make-up. Echt heel leuk. Curly. En het ziet er allemaal heel leuk uit. Echt zo'n fotoplekje. Echt zo gaaf. Oh, wat is dit voor een schattig? Oh, ze hebben ook een fotoboot, heb ik gehoord nu. Helemaal cool. En straks stroomt dit dus vol met allemaal YouTubers. Dus dan wordt het vast heel gezellig. En ik ben heel benieuwd. Wacht, wat ik misschien het allercoolste vind, is deze kettlebell van de Babylips. Lekker aan het trainen. Je hebt hier een hele coole band. En dat lijkt dan snoepjes. En er zitten ook soms snoepjes bij. Maar het is ook make-up. Ja. En hier bijvoorbeeld, kijk, hier zijn snoepjes. Maar daarnaast zit allemaal babylipsjes. Kijk hier ook allemaal van die grappige ijsjes. Het is ook heel leuk ingericht. Het is heel girly ingericht met allemaal roze tapijten. En het ziet er helemaal heel leuk. Heel roze uit. Over L'Oreal, allemaal make-up. Echt bijna alles is in L'Oreal. Ik ben net vandaan die deze coole macarons gekregen. Er staat ook L'Oreal University op. Bij jou het hashtag LU en bij mij ook met lipjes. Echt heel leuk. En het is echt een hele mooie kleur. Roze. Er zijn een heleboel kaptafels, hele coole nagellakkleurtjes, haarproducten en natuurlijk een vlogstudio. We zijn hier net binnen geweest en het was heel leuk. En we zijn nu heel eventjes buiten. Eventjes. We zijn even met Dani wat spulletjes ophalen, want er komen nu allemaal sieraden van een merkje. Ik zal het straks wel laten zien. We gaan nu nog eventjes kijken wat er allemaal is. Kunnen helpen bij de sieraden. Ja, en er zijn nu ook allemaal workshops bezig van L'Oreal. Want het is L'Oreal University, dus alle bloggers en vloggers zitten nu ook in les, zeg maar. Ja, en daar gaan we straks even kijken als dat kan. Ze zijn nog sieraden aan het uitpakken. En ze zijn er best veel, maar wel echt heel leuk. Ja, echt heel leuk. We hebben hier allemaal make-up producten. We mogen ze testen. Het zijn allemaal testproducten. En hier kan je ze dan, laat ik zeggen, de uitbakken pakken en dan kan je kijken. Maar dan kan je ook hier kan je kijken wat er allemaal in zit. Kijken. En dan kan je ook uittesten of je die wel mooi vindt. En ze hebben allemaal hele coole, hele felle lipsticks. En dat is dan deze. Allemaal hele mooie lipsticks. Kijk, ik doe soms wel even zo. Het zijn echt hele coole kleuren. Ik vind deze lichtroze ook heel mooi. Ik vind dit paletje ook heel cool. Wacht, ik zal hem er even bij pakken. Ik vind vooral de kleur heel mooi. Kijk, deze kleurtjes zitten er wel in. Ja, ik hou hier alle kleurtjes allemaal. Ik ga even kijken welke. Ik vind die heel mooi en ik vind deze ook wel mooi, denk ik. Ja. Ik ga deze even kijken proberen. Ik heb geen spiegel, dus ik weet niet of het heel netjes gaat, maar... Zit het zo goed? We gaan dus nu de gift testen. En dat is een soort van boomerang, maar iets nee, is anders. Het is een fotocamera. Ja, het is een fotocamera. Ik zie zo'n hele ring van licht en daarin zit een camera. Echt heel erg cool, dus dat gaan we nu even doen. Ja. Oké, we gaan hier nu weer. Ja. Hij is heel grappig, kijk. Echt een soort van boomerang. Echt heel leuk. Naar twee, naar één. Eén.
Dit is heel leuk. Het ziet er echt heel grappig uit. We hebben nu van het sieradenmerkje, weet je het ook weer? Zachary Ju. En dan hebben we deze chokers. Mogen we even laten zien. En we mogen er ook eentje uitkiezen. En ik denk, ik neem even kijken. Ze zijn allemaal echt heel erg leuk. Kijk, je hebt hier een rondje en dan gaat hij het draadje doorheen. Een klavertje 4. En nog even hetzelfde als deze. En een hartje. En het is een slot. En een strikje. En een vlindertje. Vlindertje. En een soort van mooi teken. We hebben alle twee een hele leuke choker. Ja, we hebben dezelfde. En dan kunnen we nou... Dit is zo'n choker die je om kan knopen. Het is wel grappig dat het een keer een andere choker is dan deze. Ja, je kan nog eens armbandje doen. Kom, we gaan even hier uit de weg. Ja, we gaan nu. We staan dus nu boven. Het voelt best eng eigenlijk. Kijk even als je hem omdraait. Kijk, hier worden de presentaties gegeven. En de presentaties en krukjes. En hier valt scherm en daarop wordt les gegeven. Volgens mij gaat het hier een beetje over de make-up en haar uitgang. En over Instagram. Hier ook echt. Het is zo mooi gedaan. Allemaal make-up en wereld. Ja, en bloggers en zo, die komen nu een beetje naar beneden. En dat zijn al, laat ik zeggen, de echte grote met veel volgers. Jade die heeft haar vet laten liggen. Bij de man. Bij de machtklas. Dus we hopen niet dat er nu een les aan het begin is. De girly vet. Het is nogal heilig voor Jade. Goed Jade. Ze gooit hem gewoon naar beneden. Bed kwijt was en toen gingen we dus even naar buiten en toen door en toen kwamen we de hoofdredacteur van de Fashionista tegen en dat was zo gaaf, want dat is echt ons lievelingsblad, hè? En ze ging ons volgen met Fashionista op Girlies Vlog, dus ik vind het echt super cool. En ze zei dat ze ons in de gaten gingen houden, dus dat was wel leuk. Ja, echt heel leuk. En we zijn nu weer beneden aangekomen en het is wel veranderd. Ja. Allemaal kleding. Ik zal straks wel het leukste laten zien. Dan nu. Ja. Leuk. Oh, een heel cool jasje. We zijn nu bij de make-up tafel. Het is super veel kleuren in alles en blush. En ja, die doet concealer op. Zullen we nog eens zakken? Ja. En ze gooit alles op. We hebben niks gedaan. Ik zal het laten zien. Kijk, dit is dus zo'n iPad. En dan kan je van die make-up looks op krijgen. Duitse kroes. Knappe Jada, maar in het echt is het gewoon normaal. Slapje. Ja, echt. Volg haar zakje. Hier komen de beautybloggers binnen en ze mogen nu een goodie bag samenstellen. Helaas moeten wij er al vandoor. We zijn nu weer in de auto op terug naar huis. En we moesten wat eerder echt weg bij het event, maar het was wel echt heel leuk. Het is gewoon heel cool. En we hebben ook deze hele coole goodie bag gekregen. En ik zal wel een paar dingetjes eruit laten zien. Ja, het is echt heel gaaf. Het hele coole schriftje. Ja, voor bijvoorbeeld naar school en dan echt met al die lipjes. En dan is het L'Oreal University. Ja. En die hele gave palet. En zulke soort dingen zitten er ook in en ook wat lekkers. Namelijk een chocolade. Oh, wow. Super cool. Echt zo gaaf. We wouden heel graag nog wat leuke bloggers wat vragen stellen, maar daar hebben we dus helaas geen tijd voor gehad. Maar we hebben wel Kittens Cupcakes gezien. Ja, en Vera Camilla en de Blond Tigers, dus dat is heel leuk. Ik wil ook Dani nog heel erg bedanken dat we mee mochten kijken en vond het echt super gezellig. Het was heel leuk om een keer achter de schermen te kijken bij zo'n groot event. Ja, en het was zeker een geslaagde dag. Vonden jullie dat ook? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk allemaal op ons YouTube-kanaal, want dan hebben we binnenkort het 2000 abonnees. Ja! En vergeet natuurlijk ook niet ons te volgen op Instagram, Snapchat en natuurlijk op Musical.ly. En uiteraard op YouTube hier. Bye girlies, tot volgende week!